ja, dat grensloos presteren, dat heeft aan de ene kant een positieve lading. Van hoe halen we het beste uit mensen. Maar je komt ook aan de grenzen van wat redelijk is. En het is heel erg belangrijk om daar met elkaar het gesprek over te hebben. De sport raakt eigenlijk alle relevante aspecten van de samenleving. Het is een groot gebied en er is alle reden om daar ook in academische zin bij stil te staan. Ik denk dat het belangrijk is dat dit georganiseerd wordt, omdat je ziet dat mensen van verschillende organisaties, mensen echt uit de sport, maar ook wetenschappers met elkaar in gesprek gaan en zo gaan nadenken over wat is nou ons sportief en wat kunnen wij daaraan doen en kunnen we daar aanbevelingen in doen. En ik denk dat het belangrijk is dat vooral dat het die mix van mensen is, dat het niet alleen maar uit de sport is, niet alleen maar uit de wetenschap, maar dat ze met elkaar in gesprek gaan om zo te kijken hoe je tot de beste oplossingen kan komen en hoe je sportiever kan maken en daarbij niet alleen maar denkend inderdaad aan de sportprestaties, maar ook aan de andere dingen, het sociale aspect ervan, het psychologische aspect, want sport is veel meer dan alleen een gouden medaille winnen. De Vriendenloterij en VU Connected hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen. De Sportiviteitprijs. Vandaag een spannende dag waarop er twee prijzen worden uitgereikt. Een juryprijs en een publieksprijs voor het meest sportieve initiatief uit de samenleving. Dit is niet het enige. Barbara Barend interviewt prominente gasten uit de sportwereld. De kunst van de coach is observeren, kijken en dan inspelen. Wat we met deze Sportiviteitsprijs willen, is dat er initiatieven in de samenleving die zwakkere en kwetsbare groepen proberen door sport sterker te laten worden, om die op het voetstuk te krijgen en een voorbeeld te laten zijn voor anderen. Wat we willen. We willen eigenlijk gezonde omgevingen voor kinderen creëren waar het eigenlijk vanzelfsprekend is dat je daar gezond gedrag kunt vertonen. En dan ben ik tevreden als iedereen ongeveer dezelfde gelegenheid heeft om die gezondheid, gezonde keuze te maken. Of je nou in een achterstandswijk woont of in een bevoorrechte wijk of in een stad of op het platteland. Het moet ongeveer hetzelfde zijn. Ik ben heel positief gestemd over mentaliteitsverandering sinds wij die projecten doen. Ik was er heel erg somber over toen we steeds maar met het ministerie zaten te praten van wat moet er allemaal gebeuren. En dan was het moeilijk, moeilijk, moeilijk. En een grote afstand tot de burger enzovoorts. Maar je ziet dat in wijken waar, dus Amsterdam-West, waar gezond eten op school gebeurt. Waar de ouders meedoen met het koken op school. Waar schooltuinen projecten ontstaan. Waar de lokale stadslandbouw voeding levert, of voedsel levert, gezond voedsel aan de school. Dat zie je dat eigenlijk iedereen daar heel erg blij van wordt. Maar er kan maar één nummer één zijn. En dat is de Tarte Tata. Wat is het verschil als je op je 15e als verse lezenervaring zoiets binnenkrijgt en als je na heel veel jaar levenservaring en succesvolle manager, mag je wel zeggen, CDA-politicus geweest. Als je het nu leest, wat doet het dan met je? Ik denk dat ik toen meer werd meegesleept
door de sfeer van het boek. De hele entourage, wat heel vreemd was. Ik geloof ook dat het is een hele andere sfeer en een setting dan je in de West-Europese literatuur tegenkomt. Dat fascineerde mij, denk ik, heel erg. Het is een beetje dat exotische, het mythische, wat je daarin terug ziet komen. Dat deed mij nu bij herlezing minder. Wat ik nog steeds wel heel erg fascinerend vind, is die zwei Seelen in einem Brust sfeer. Dus heel geloofwaardig iemand neerzet die de meest afgrijzelijke misdaden bedrijft. En tegelijkertijd iemand die heel barmhartig is. Ongedekt geld gaat uiteindelijk terug naar haar intrinsieke waarde. En dat is nul. Ja. Dus de waarde van papier. De kredietcrisis, het woord zegt het al, is een crisis rondom te veel kredieten. En de kredietcrisis kan je natuurlijk nooit oplossen met nog meer krediet, wat we nu proberen. Die ene zin vat eigenlijk, denk ik wel, die soort dat dilemma samen, waarbij we die drie verschillende assen op een of andere manier moeten proberen tegelijkertijd in de gaten te houden. Nou, er is een hele lange geschiedenis in de wetenschap. Sommige landen gaat het al terug tot de 16e eeuw, dat die wetenschap moet worden uitgedragen. En ik denk dat idee, dat alles wat op de universiteit bedacht wordt, dat er is voor de hele samenleving en dat mensen daar in principe eigenlijk allemaal voor openstaan en geïnteresseerd zijn. Ik denk dat is een soort opdracht die we moeten heruitvinden. We moeten veel meer plekken bedenken waar we met die samenleving in contact kunnen komen. En ik denk dat het enthousiasme wat onderzoekers en onderwijzers en docenten, studenten in zich dragen en waarom ze bij een universiteit willen werken en dat iets is wat zich heel makkelijk vertaalt naar een groot publiek. Alleen moeten we iets van de enorme creativiteit die we in het onderzoek leggen om nieuwe wegen te bedenken, die moeten we ook leggen in de manier van hoe we wegen vinden om naar het grotere publiek te gaan. Onderscheid tussen een goede ondernemer, een topondernemer, en een hele goede boef, een goede witte bordencrimineel, dat onderscheid flinterdun is. Ze lijken heel erg op elkaar. Wat heel belangrijk is, is dat je een leider datgene vraagt wat goed is voor het, laten we zeggen, het algemeen belang. Dus als je tegen een leider zegt, jij bent hier alleen maar om winst te maken, dan loop je het risico dat hij alleen maar winst gaat maken. En winst maken is, in heel veel sectoren klinkt dat mooi, maar is dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Startup 2012 is een coachingtraject binnen het thema starters op de arbeidsmarkt, waarin ervaren ondernemers startende ondernemers verder helpen. Het motto van dit project is talent voor maatschappelijk ondernemen. Het project richt zich op starters die ondernemen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Doel is om maatschappelijke ambities vorm te geven in gezonde ondernemingen. Ik doe mee aan Startup 2012 omdat ten eerste ik zelf als ondernemer ervaren heb hoe het prettig het is om af en toe iemand te kunnen hebben om je verhaal bij kwijt te kunnen en een vraag aan te stellen. En ten tweede omdat ik student van de VU ben en dit voor mij een manier is om iets terug te geven. Voor Nederland als open land met een open cultuur en een open ligging is het vanzelfsprekend dat wij een sterk Europa zullen moeten hebben. Europa moet democratischer, effectiever, politieker, maar is de enige oplossing voor de problemen waar we voor staan.
Wat wij pogen als VU Connected is om maatschappelijke issues bij de kop te pakken en die te verbinden met kennis en ervaring in dat grote netwerk om ze op die manier een stukje verder te brengen. Maar dan moeten we het wel weten over welke issues we het dan moeten hebben. Ik denk dat in 2030 een aantal oude sterke verhalen, met name die van nationalisme en religie, virulent terug zullen zijn. Eigenlijk zijn we in die zin altijd afhankelijk op die dominante narratief die achter die verhalen van mensen schuilt. Eerst luisteren wat de ander te vertellen heeft. Eerst een tussenruimte creëren. Die tussenruimte die leeg is van oordeel om goed te kunnen luisteren wat de ander te vertellen heeft. En van daaruit de mensing. Waarom is dat een obstakel naar deze wereld? Omdat dat steeds meer de nadruk legt op het individu en op de verantwoordelijkheid van het individu. Maar het is een theoretische mogelijkheid en dat betekent niet dat elk klimaatbeleid tot groene groei leidt. Hoe kom je met de rest van de wereld tot überhaupt een oplossing? Ecologische processen zijn niet alleen maar processen die je moet stilleggen, maar ook waar je gebruik van kan maken voor je boterham, voor je veiligheid, voor de schoonheid en voor je beleving. Hoe krijg je die enorme mindshift change in de hoofden van mensen in de maatschappij om met een, op een andere manier met onze grondstoffen en onze beleving van welvaart om te gaan. Dus we gaan steeds meer markt toepassen om te zorgen voor het milieu en te zorgen voor het natuur. In 2030 is het algemeen geaccepteerd dat voor het wegen van beleidseffecten mensenlevens en geld worden uitgedrukt. Worden mensen nou boos? Worden mensen vaak boos als je dit zegt? Ja. Ja? Iedere keer opnieuw weer? Ja, en dan krijgt de boodschapper, de econoom zoals ik, die krijgt dan de schuld. Hè? Terwijl de keuzes door de politici uiteindelijk worden gemaakt. Wij moeten bepalen volgens welke waarde onze economie loopt. Niet andersom natuurlijk. Hoe kunnen wij zorgen dat dit soort economen in sociale opinievorming rollen spelen? Dat wij niet in zo'n kleine gezelschap de ethische gedachtegoed van economen horen. Dat daarin verantwoordelijkheid wordt genomen om niet alleen als toeschouwer van cijfers verhaal vertellen, maar als mensen die ook ethiek meedragen en daarin in opinievormen een speciale rol spelen. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat iedereen, alle ouderen in 2030, brain fit zijn? Ik denk dus die nieuwe mogelijkheden, die fantastisch zijn en hoopvol ook in heel veel gevallen, ook voor nieuwe problemen ons stelt en daar moet je met z'n allen het over hebben. Dat betekent dat ethiek zich helemaal niet meer de vraag kan stellen of we wel de mens mogen verbeteren of niet. De enige echte goede morele vraag zal zijn, hoe verbeteren we de mens? Wat is een verantwoorde en goede manier om in te grijpen in onszelf? Daarom heb ik ook als stelling opgegeven dat we ons in het jaar 2030 niet blind moeten staren op de voorspellende waarde van DNA. Ik vroeg me af hoe het dan gaat met ongeboren kinderen. Want als je allebei een DNA-profiel hebt wat je weet van de vader en de moeder en ook in de trant van kosten, als je weet wat het risico is, ga je er dan mee door? Wanneer mag je testen? U voldoet aan het criterium inactiviteit als u niet één keer per jaar meer dan 20 minuten achter elkaar een fysieke inspanning levert. Dan mag u zeggen dat u inactief bent. Gokt u eens hoeveel procent van de verpleeghuisbewoners in Nederland voldoet aan dat criterium? 90% voldoet eraan. En dat zijn getallen van verleden jaar. Waarom is er wel geld voor een nieuwe heup en is er geen geld voor wandelcoaching? En op het moment dat die patiënt die informatie niet krijgt vanuit de zorg zelf, dan gaat hij die zelf met elkaar delen. Hoe voorkomen we dat de minder ontwikkelde patiënt achterop raakt in relatie tot de hoogontwikkelde, die dus wat makkelijker aan informatie kan komen? Dat is eigenlijk de kern van het verhaal, dat leiderschap moet niet meer van één persoon van boven komen. Dat leiderschap, moet het de leiderschap van een idee zijn, van een groep met mensen met een gedeelde overtuiging. De noodzaak voor verandering is dan ook zo diep geworteld dat je maakt ook een nieuwe cultuur. Ons brein is dus niet gericht op duurzaamheid. Ik geloof niet dat ik overal een leider in kan zijn. Dus ik denk dat de leiders zijn inderdaad onderop, maar dat iedereen zijn eigen niche vindt waarin die leider is. Want er zijn heel veel dingen waarin ik heel graag een volger wil zijn, omdat ik het allemaal niet kan overzien en daar een leidersrol in kan nemen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich tot elkaar verhoudt.